Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je de voorleesfunctie op de iPad activeert en gebruikt. Sommige leerlingen, zoals kinderen met dyslexie, vinden het prettig om mee te lezen met een tekst die wordt voorgelezen. Voor hen is de voorleesfunctie op de iPad een uitkomst. Ga naar instellingen. Ga naar toegankelijkheid. Kies voor gesproken materiaal. Zet spreekselectie uit aan. En zet spreekscherm uit aan. Daarna zoek je er een nieuwsartikel bij. Ga naar het nieuwsartikel en selecteer de tekst die je wilt laten voorlezen. Tik op Spreek uit en de tekst wordt voorgelezen. Hij heeft zwart haar, blauwe ogen en heet Harry Potter, maar deze Harry woont niet in Zwentstein. Niet alleen leerlingen met dyslexie kunnen hiervan profiteren. Voor iedere leerling kan dit wel eens een handige toepassing zijn. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.